Alfa Boulegual en ik ben 17 jaar. Ik doe zelf dokterassistentopleiding en mijn tante deed dat ook. En ja, ook als ik naar de dokter ging, vond ik altijd leuk om te zien wat hij allemaal deed en wat er allemaal gebeurde, zeg maar. Ja, het helpen van de mensen, dat ik daar verschil kan maken, iemand die klachten heeft en dat ik dan advies kan geven. We waren dus met mijn vriendin naar een beroepsmarkt geweest, met allemaal verschillende sectoren. Ja, en we gingen bij de zorg even kijken. En toen vonden we een brochure over een ziekenhuis en een open dag. En toen dachten we van, laten we dat googlen. Er was heel veel te zien. Niet alleen van dokterassistent, maar ook verpleegkundigen en helpenden. Dus het was heel verschillend. Ik dacht eerlijk gezegd eerst dat het alleen meer bureauwerk was. Maar toen zag ik wel dat je ook heel veel handelingen moest verrichten en je moest voorlichtingen geven. Ja. Je hebt als een dokterassistent heel veel taken om te doen. Ja. Een tip van mij, ga met je vrienden op stap naar open dagen. Het is veel gezelliger en je hoort ook meteen de meningen van de anderen. Ja, je leert injecteren, je leert heel verschillende dingen. Je moet ook een baliegesprek kunnen voortzetten, zeg maar. Goeiedag, met de huisartspraktijk van dokter Dijkstra. Wat kan ik voor u doen? Bijvoorbeeld ooruitspijten, dat moet je ook kunnen doen in een stageplek of als je echt gaat werken. Je moet tips kunnen geven wat ze ook voor het ooruitspijten moeten doen, want dan moeten ze druppelen met olie. Als er daarna nog klachten zijn, wat ze kunnen doen. Dus dat leer je dan allemaal tijdens de lessen. Dan ga ik nu je oor uitspijten. Ja. Je krijgt natuurlijk ook heel veel theorievakken. Ja, het is wel een niveau 4 opleiding. Anatomie, dan leer je over het menselijk lichaam. De organen, de werking van de organen. Je moet een Engelse voorlichting kunnen geven als je een Engels patiënt hebt die geen Nederlands praat. BOL is 3 jaar, dus 3-jarige opleiding en BBL is versneld, dat is 1,5 jaar. Ik zelf volg de BOL-opleiding. Ja, ik ga het gewoon rustig aan doen. Ik ben 17, dus ik heb nog alle tijd. Ik wil heel graag doorstuderen ook naar dokterassistentopleiding. Ik wil misschien een verloskundige opleiding gaan doen. En ja, als ik het haal, dan wil ik zelfs misschien in Marokko een verloskundige kliniek openen. Dat lijkt me heel leuk. Maar het komt allemaal vast wel goed.